Te land, te zee en in de lucht. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Te Land, Ter Zee en in de Lucht. We doen dit programma al 40 jaar, dus we hebben de leukste fragmenten achter elkaar gezet voor jullie. Dat wordt lachen, maar ook verbazen. Kijk maar eens naar de volgende deelnemer. Die wilde als een stier naar de overkant. En het lukte hem ook nog. Omar van de Glenmilschool in Wezep. Mannen die heel positief werken aan de toekomst. 17 punten van de jury. En ook Omar gaat naar de overkant met zo'n aangeklede fiets. En hij doet het ook alweer zo rustig. Hij doet het ook alweer helemaal relaxed. Alsof hij het dagelijks doet. Kijk eens even. 9 seconden rond. Knap, hè? Elke keer als je dat ziet, denk je, ik zei het er straks ook al, dat het zo makkelijk is. Maar dat is het helemaal niet. Omar is mooi aan de overkant met een mooie, ja, met een mooie tijd. Maar kijk even naar het kippenhok hier. Zijn de kippen in de kippenhok? Dat zijn de mannen uit als studeren aan de TH. Rijswijk valt dat onder. Kijk eens even. Die waren van plan om studiepunten te verdienen hiermee. Nou, ben benieuwd wat de professor daarvan zegt. Ze studeren werktuigbouwkunde. Maar misschien toch nog even een les 1 nog even overdoen, jongens. Was hier wel weer een leuk beeld. Dit zijn de roodrunners met 13 punten. Dat is dan wat minder waardering. Maar die gaan echt voor de snelheid. Dat kun je zien. Oh, weer zo'n dubbele fiets. En dan volle baandrijving. Maar je moet hem wel recht houden. Jo, kijk nou toch naar die stuurman. Die durfde niet. Die dacht, ik kap ermee. En dan ga je gezamenlijk te water. En dan moeten daar aan de kant moeten die tomaten komen. Oh, wat een regenbui, zeg. Hij had angst voor de tomaten. Je kan het zien, hè. Hij denkt, rap wegwezen. Hier in die haling kun je het zien. Hij ziet ze komen. Hij denkt, nee. Daar doe ik niet aan mee, hoor. Jammer, ze hadden nog tomaten zat over, hè. Nou, veel meer. Ze hebben het niet echt geraakt. Jij is er blij mee. Niet echt geraakt, maar wel nat geworden. We gaan weer naar de Boelsclub. Kortzak in dit geval. Weer mannen uit Wezep. Jedi zit nu op de fiets. Ook weer zo'n aangeklede boel. Ja, en ook hij gaat het redden, hoor. Ik vind, je hebt ook een onderling klassement. Daar gaan ze nog over napraten vanavond. Kijk eens even. Net binnen de 9 seconden. Er zit een goed evenwicht in die fiets. Ja, op de een of andere manier komen die boels heel goed aan de overkant. Die hebben een geheim. Veni, Vidi, Fici. Wij kwamen, wij zagen, wij fietsen hem erin. De Henkies uit Gouda. Maar ze heten niet allemaal Henk. Heb ik het gevoel. Oh, dat is een heel gevaarlijk ding. Dat kan niet, jongens. Nee. Dat optimisme is te bewonderen. Even die spijker weghalen zo, jongens. Ja, komt allemaal goed. Maar hij was zo mooi, die strijdwagen. Met een groot achterwiel over nagedacht. Hè, van, die gaat het houden. Nou, speciaal voor jullie, jongens. Kijken we nog even naar deze mooie strijdwagen. Oh, dat vind ik ook zo'n leuke. De Solex Helden. Dat is Jan Stoelie uit Oude Haske, Friesland. Daar hebben ze elk jaar ook een wereldkampioenschap Solex rijden. En er schijnt nog een echt motortje op te zitten. Maar die Solex, hoe, die is zwaar. Die is zwaar. Maar hij haalt het wel, let op de tijd. Oh, net over de 8 seconden. Oh, het is nog een echt ouderwetse Solex frame. Dus dat moet nog eentje zijn uit de 60e jaren. Een oude tofferik. Oh, kijk hem toch zwaaien, zeg. Oh, wat een overmoed. Maar hij haalt wel de overkant. Dat zijn nou die helden van vroeger. Ja, dat is waar. Heb jij er ook nog op gereden, Johan? Ik geef je gelijk ongeveer de leeftijd mee vrij, hè? Als je dat allemaal nog weet. Hey, de Rockelizers, 16 punten van de jury. Daar zitten we in de carnavalsfeer. Kom uit Weert. We hebben een soort bibberfiets gemaakt, zeg. Ho, ho. Met een paar voorzitters. Hoe kom je erop, hè? En hoe durf je hier? Kijk, hier dat touwtje tussen die sturen. Ho, ho, ho. En dan denken dat dat stuurt, hè? Adi kan het wel, hoor. Ben je er klaar voor? Oosterwijk kijkt ook gespannen mee. Adi kan het wel, als hij het hoofd maar koel houdt. Recht uit, Adi. Ik heb hem dat zo vaak zien doen. Ik weet niet wat het is bij hem. Kijk, het gaat goed. Hij heeft tempo. Hij denkt, nee, het is het niet. Hij trekt hem zo de baan af. Raar, hè? Ja, het is je moment niet. Het kan gebeuren. Moet je weer een heel jaar wachten. Oh, oh. Rustig, jongens. We hebben weer een speeltje ontdekt. Dat is een prachtig ding wat bij het volgende team hoort. Het Purple Cow Team. 17 punten van de jury. Purple Hood, klaar. En dat zijn dus weer de mannen uit Wezep. Oh, eens even kijken, want het gaat allemaal goed met die groep uit Wezep. En ook deze fiets komt het smalle gedeelte over en gaat de bel halen. Steeds maar op die tijd letten. 8,76.
Goeie tijd. We gaan kijken naar de vissers. Dat is Bart Vissers uit Gemert. Weer een student werktuigbouwkunde. Maar hij heeft weinig techniek meegenomen. Gewoon een fietsstikje aangekleed. Hij denkt, dan haal ik de overkant. Voor mij zit er stroom tussen de spaken daar en zo bij de wielen. Als je niet tegen bloed kan, dan moet je maar even niet kijken. Want de volgende kandidaten maken echt een doodsmak. Ja, echt. Dus doe je ogen even dicht. Kan je wel trouwens zeggen hoe het afloopt. Komt allemaal goed. Nee, het komt allemaal goed. Maar doe je ogen dicht, komt nu het filmpje. Heb je ogen dicht? Komt-ie. Je ziet wel steeds ongeveer een beetje gelijke situaties, zou ik zeggen. Ik zat naar de techniek te kijken. Wat is dit, zeg? Goeiedag. Zandhappen. Wat ging er mis? Brak er een wiel af? Je ziet ze zo vrolijk vertrekken. Maar die huifkar komt volmaakt verkeerd terecht. Had niemand rekening mee gehouden. In team ook niet, denk ik. Net op tijd uit Nieuw-Vennep. Eindelijk hebben ze de leeftijd. Ja, prettig was het uit. En nou mogen ze dus meedoen aan de Talanterzee in de lucht. Hier is dat moment dat je op die baan komt. Ziet er goed uit technisch. Twee goede fietsers kan een mooie tijd worden. En een goede stuurder op die pen. Ja, daar komt de tijd. 9.63. Net op tijd, goede tijd, snelle tijd. Prachtig gedaan. Ah, ze waren dan misschien niet helemaal klaar met het bouwen, maar het was wel een hele snelle constructie. Je kan dat zien. Aandrijving goed, over die heuvel heen, goed op die pen komen. En door naar de bel. Mooi hoor. Mooi hè, die technische uitleg. Een onafhankelijk geveerde vooras. Zijn we klaar? En zou dat inderdaad tempo opleveren op de baan? Het was hard en neerkomen. Eén man voor de aandrijving. En één voor het vooroverbuigend sturen. Kan die mikken? Ja, hij mikt. En dat is een goede tijd. 10.69. Ja. Dwars door de foto. Dat wel, Ron. Is gelukt. En toch blijft het ook een snelheidsevenement. Je kan dat zien hier, hè. Goed blijven sturen, want je moet op die pen komen. Goed gedaan. Tweede tijd voorlopig. Uit het Brabantse Rijswijk. Ja, Jurgen Kluitmans en Hein Gertsen. We komen eraan. Dan hebben we klaar. Jurgen is er elk jaar bij en heeft met die trappers daar een hand aan drijven. Kom op, Jurgen. Nou moet dat tempo komen, want het is weer een prachtig schip geworden. Er moet tempo komen, er moet goed gestuurd worden. En daar gaat hij, Jurgen, bellen. 11.33, volgens mij een van zijn snelste tijden van de afgelopen jaren. Ja, wordt allemaal vastgelegd door moeder. Knap gedaan, Jurgen. Je ziet ook trouwens hoe moeilijk het is als je naar beneden komt. Om dan gelijk, kijk, we zien het hier aan Jurgen. Eerst even neerkomen, dan kan hij pas die trappers pakken om die snelheid te maken. En hij kan een hoge snelheid bereiken op die baan elke keer. Familie is blij, dat wordt een gezellige rit terug, ja, met de fans. En terecht, want Jurgen heeft het weer gedaan. Volgende kandidaten. Kom uit Hillegom, het heet De Hut. Zo ziet het er ook een beetje uit. Ja. Maar het gaat nu om het rijden, de snelheid. Hou dat recht, je ziet het aankomen. Mooi beeld, konden we goed zien. Het is zo makkelijk dat sturen lijkt. Kijk eens even, let goed op. Afwijking naar links, kom je vaak tegen tegenwoordig. Kijk, en het is gedaan, hè? En dat is erg wat je kan overkomen, dat je voortijdig in het zand gaat. Een tweede hut, .tk uit Rijzenhout, ook uit de buurt. Goed deelnemers, het hadden bierflesjes moeten worden. Zijn dat bierflesjes? Ja, dat zou het kunnen zijn. Oh, dat ziet er wel goed uit. Maar de trappers gaan soms sneller dan het geluid. En de pen wacht op de heren. Daar komt die goed sturen erop. Ja. Let op die tijd. 10.32. Veel lawaai, veel geluid voor het archief weer. 10.32. Het gaat hier weer om tiende van seconde. Hij ziet er prachtig uit. Ik zit echt even te genieten van dit hele mooie beeld. Kijk, Martin rondkijken. Hij kijkt naar Sanne. Kon je duidelijk zien. Maar dat zie je wel vaker bij zo'n hele mooie wagen. Zit geen tempo in, hè? Dat is wel jammer. Zijn er wat vaker bij, zijn dit wel gewend. Maar is uiterst merkwaardige manier van sturen. Let op die hanger in het midden. Want die moet... Ja, wat die doet, weet ik niet. Een beetje mental support. Hoe je... 9.89. We kunnen wel een grapje maken. Wel een goede tijd, hoor. Ja, even zo tussendoor. Die Belgen, die komen helemaal aanrijden. Kijk eens even wat een tempo erin zit. Maar wat merkwaardig sturen is dat, zeg. En toch een goede tijd. Een tweede tijd, dacht ik. Paul Straathoff en Luc van Egmond. Uit Leimuiden. Paul, was leuk je gekend te hebben. Maar... Goed, hi. En ze zijn het gewend, maar toch, hè, zullen ze nou goed gaan of zal het weer fout gaan? Deze prachtige bromfietsjes zitten een redelijk tempo in. Nou komt dat belangrijke moment, dan moet je op die pen komen. Ze gaan er weer naast. Het is weer synchroon springen. Hoe is het mogelijk? Dat heel veel deelnemers uit vrije wil meedoen aan Talanterzee in de lucht, ja, dat geloof ik wel. Maar voertuigen, daar hadden we eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Totdat dit voertuig aan de stad verscheen.
We hadden hier te maken met een weigering. Hij wilde niet naar beneden. Als we kijken naar de Beach Boys, komen uit Bokstel. Beach Boys, klaar voor de bel. Leiding van Johan Noten, die altijd surft op de Dommel. Ho, zeg. Ah, daar zal het wel wat rapper gaan dan hier. Wat jammer, mooi gebouw. Kijk, zo'n bekend busje. Ja, jongens, voorzichtig, niet te hard schoppen, maar hij zit wel klem. Dat is nou al de tweede keer dat ik dat zie. Dat ze dwars gaan op de schans, joh. Dat is vreemd. En daar zit je daar bovenop. Ja, wel lacherig, maar je voelt je helemaal niet lekker. Want je ziet dat schansje naar beneden gaan. En je ziet dat water beneden. Oh, ik wou zeggen, daar komt. Hij schuift ook naar voren. Die surfplank schuift naar voren. Zie je dat? Die zitten daar niet echt lekker. Daar gaat hij weer. Nou ja, vooruit dan maar. Even nog een stukje zwemmen. Ja, reddend zwemmen, maar dan voor jezelf, dus is het makkelijk. Een solootje voor de Beach Boys. Dat is jammer, maar het levert toch weer een prachtig plaatje op. Ja, nee, niks aan de hand, agent. Komt allemaal goed. En dit is Hop de Bouwer. Dat Hop, dat heeft natuurlijk ook wel weer een bepaalde betekenis. Deelnemer, opgelet, klaar. Ja, het is Robert Wessling die erop zit. En de groep komt uit Manderveen. Oeh, dat gaat goed, dat gaat best lekker, dat gaat best lekker. Maar voordat hij zingt, zou ik nog maar even... Nee, hij zingt niet. Maar 8 seconden, niet van die rappe tijden. Maar weer zo'n boot die wel lekker gaat, maar niet snel genoeg. Ja, dat kan gebeuren. Ze hebben toch een behoorlijk vol klassement, hè? Want ze halen de bel wel, hoor. Jongen, deze is mooi, deze is mooi. De Mulders krijgen 15 punten. Mulders klaar. Dat is een gezelligheid- en ontspanningsvereniging. Kom uit Veldhoven. Oh, dat is mooi, zeg. Daar kwam iets uit. Ik weet niet wat, maar iets van een... Is dat een bootje? Dat is een kaasplankje, joh. Waarop die gaat. Kijk, dat is toch niks. Even een stukje buikschuiven, maar verder haal je er weinig mee uit, hoor. Heb ik het gevoel. Jongen. De natte koeien uit Geldrop. Pakken zijn weer gewassen voor dit jaar. Alhoewel, ze worden zo weer gewassen, denk ik. Eerst maar eens kijken hoe dat gaat naar beneden met veel rook. En dan kom je op dat water, dan komt dat geheime wapen. Het is de koe zelf die ze gewoon van de rug afzet. Wegwezen met die handel. Kijk maar, het gaat scheef. En het is geen houden aan, hè. Geen houden. Gelijk weer gewassen die pakken. En die krimpen, joh. Het is snel, hè. Gewoon te snel. De zeepsap werkte averechts, volgens mij. We gingen echt te snel. Ja. Ja, te snel, ja, dan krijg je niet meer op het water gecontroleerd, hè. Dus helaas. Ja, toch grappig, hè. Te veel zeepsop is ook niet goed. Deze is leuk. Is een huisje. 13 puntjes van de jury voor toen was geluk. Heel gewoon. Op je plaatsen. Klaar. Goed, komt uit Eindhoven. Kijk, de koek zit er nog bij. Ik weet niet of er nog wat in zit. En dan, wat een prachtig geluid. Hoorde je hem kraken? Oh, het drijft wel. Ja hoor, het is een woonboot geworden. En dan dat driftige weghalen van die zijwandjes. Om toch maar te proberen bij die bel te komen. Kijk, dat vind ik origineel. Schaakspelletje. En volgens mij zitten die stukken helemaal vast. Dat vind ik toch wel leuk gedaan. Ja, van die verrassingen. Ja, kijk eens even aan. 22 seconden. Nou, voor een rustig huisgezin is dat natuurlijk een hele aardige tijd, hè? Toen was geluk heel gewoon, dus eigenlijk een beetje uit de oude tijd. Tobbedansen van vandaag, want hier staat weer iets met van alles eraan. En de knapen trailers. Personeelsvereniging. Groep van Christian Jans uit Deurne. Ik heb zo'n gevoel dat dat alweer zo'n rapper kan worden. Ja, dat glijdt en dat... Ah, oh, wat jammer zeg. Ja, echt. Dan denk je, het is hem. En dan is het hem juist niet. Grijp ik ook niks van. Kijk, zag het er goed uit. Oh, daar zit een soort pompmechanisme waarin die weg wordt geschoten. Maar het ging niet gelijk. Nee, ging niet gelijk. Wel leuk uitgedacht. Dit is een originele tweedekker. De klaphaakjes klaar. Een beetje de klaphaakjes als een soort vliegtuigje is dat gebeurd. Ziet er leuk uit Opdam. Ho! Oh. Daar gaat de vleugel om, maar hij doet het wel. Ah, oh, ja. Iets te vroeg misschien gesprongen, maar ik vind het wel ontzettend goed, hoor. 6.46 is een hele goede tijd. Gewoon een hele nette vlucht. Zelfs met één vleugel. Dit is geen vliegtuig, carnaval Den Uyl. De groep is uit België, uit Essen. We hebben een beetje te land, ter zee en in de lucht weergegeven in deze constructie. Ze beginnen op het land en ze eindigen al vrij snel te water, ja. Ja, ik denk dat ze hadden gedacht, we moeten een schip te water laten. Dat is, ik heb geen idee. Maar van bellen hebben we nooit iets gezien. Komt er helemaal niks uit. Die laten zich gewoon vallen. Ja! Leuk trouwens dat die Fred Flintstone zo lang blijft doorleven, hè? Ja, want er gaat weer zo'n Flintstone-mobiel. Hij doet het! Heel goed! Kijk eens, 5.15. Mooi gedaan, jongens. Weer een rappe tijd. Niet de snelste nu, maar weer een rappe tijd. Ik vind dat knap. Een jaar later weer. Ja, want je denkt, nou ja, zo'n constructie, een beetje grappig, een beetje leuk, een beetje dit. Maar kijk eens, het scheert weer over het water. Maar het kan toppendansen mooi zijn, hè, op zo'n moment. Ah, het gaat om honderdste van seconde. Maar ik vind het een mooie prestatie hier van de prutsers. Ja, maak maar een foto. Daar stond natuurlijk iemand in beeld. Dit is ook een listige, hoor. Dit is extra zeep die wordt gepompt door de groep die ze noemt Nemo. De groep van Dries Kooistra uit Warten. Het is een student. En als het goed is, komt Harmen ook nog mee of gaat hij alleen zitten? Dat is maar de vraag. Nee, Harmen gaat ook mee.
Zo te zien zijn dit twee zitplaatsen. Nou ja, zitplaatsen, achterop zit lekker, maar daarvoor op, dat is toch niks, joh. Dan zit je op een blokje hout. Het heeft iets van een houten vliegend tapijt. Het is vrij vlak. En wat doet het als het op het water komt? Want daar gaat het om. En met extra zeep, ja, ja, heel goed. Kijk eens, 6,87. En wat blijft dat weer goed drijven? Ja, het zit hem toch vaak eer in die snelheid. Hij gaat misschien niet zo rap, maar aan alle kanten heeft dit gewerkt. Kijk eens, blijft keurig stabiel op dat water. Een tikje uit de koers vooruit. Nou ja, dat zijn dan net die kleine verschilletjes, waardoor je net niet de snelste tijd eruit haalt. Dit zijn de echte, die denken amateurs, wegwezen hier. Ja, toch, zou ik ook doen. Gelijk je kont laten zien en wegzwemmen. De vliegende heukers. Dat zijn de laatste die aan het vertrek komen hier in Culemborg. Vliegende heukers, klaar! Ja, die kunnen het ook, hoor. Dat zijn Dennis en Gert, die komen uit Vroomshoop. Ja, dat gaat goed, dat gaat goed, dat wil zeggen. Ja, als je van een onderzeeër houdt, zeg ik, geweldige prestatie. Waarom ging dat nou niet? Hij zakte zo gelijk flats naar beneden, zeg. Waanzinnig, leuk. Gaan we over nadenken. In Nederland is het altijd weer afwachten hoe het weer wordt tijdens de opname. We hebben het een keer gehad dat het zo verschrikkelijk regende dat de baan spek en spek glad werd. Maar ja, dat levert ook wel weer leuke plaatjes op. Eerste deelnemers hier in een drijfnat stadskanaal. En dat is niet makkelijk, hoor. Want die baan is zo glad als wat. Pimp op mijn pumpteam, zijn we er klaar voor? Ja, dat was het eerste schot van Jannes. Kijk, we gaan het gelijk zien. Het zijn van die kleine wieltjes, maar die baan die is zo glad, jongens. Oei, 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 houd dat stuur recht. Goed gedaan. En nou krijgen we dat venijnige bruggetje in het midden. Want ja, het is niet alleen een baan waar je overheen moet. Je moet over dat bruggetje heen. Ja, en dan heb je soms geen snelheid meer. Dat is jammer. Maar je bent in ieder geval heel eind gekomen en droog gebleven, hè. Bach PGI uit Mook. Gezwinde bliksem, zijn jullie er klaar voor? Oké, komt-ie. Ja, zo heet de kar. Zijn van ver gekomen. Ja, ja, klein stuurtje. Hou hem recht. Hou hem recht. Dat ziet er goed uit. Een soort formulewagen moet nu wel over die bamboebrug komen. Ja, en nou, wat gaan we mee remmen? Waar gaan we mee remmen? Gooi naar buiten die handel. Zag je? Hij kreeg geen tijd om zijn spullen naar buiten te gooien. Volgens mij wilde die emmers naar buiten gooien. Nou, kijk, achterin die zitten te kijken van, nou, even kijken, de brug, ja. En nou komt mijn moment. Of zijn het aszakken? Ik weet bij God die wat eruit gaat. Nee. Nee, kijk, hier lukt het niet. Kijk, ik moet hebben. Ik heb het hier. Hij zat er bovenop. Ja, als je bovenop je rem gaat zitten, ja, dat is niks natuurlijk. Strappe gebouw, dus CEC, Emmerkompas, zijn je er klaar voor? Ja! Ah, ik wou net zeggen, Jans, kun je er wel goed doorheen kijken, want dat is niet makkelijk. Kijk, en dat met dat natte weer. Kijk, hij ziet wel iets recht voor zich uit, maar hou hem recht, zag je dat gaan? Zeg, oei, 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 komt dat wel over die brug heen? Nee! Kijk, het zit hem in dat uitzicht, hè? Kijk, Jonas kon dat in die walvis maar door zo'n bek heen kijken. Dat is toch beperkt, hoor. Kijk maar. Zie je, want je ziet niet wat die brug doet, hè, met je wielen. Kijk, en daar gaat hij, wat een prachtige schuiven. Oeh, dat wordt weer even timmeren, jongens. De pakken zijn nog steeds heel. Dat scheelt alweer. En ze zijn er klaar voor. Sinterklaas, zijn jullie er klaar voor? Ja! Zwarte Piet blijft staan, zo te zien. Dat is maar beter ook, het is nat. En daar gaan de hulp Sinterklaasen. Oh, de Titanic Espanol. Ja, oh jongens, zag je die? Houd toch recht dat ding, jongen. Dat gaat totaal niet. Zag je hem? Ze kijken soms rond. Hè? Ja, Stadskanaal, even lekker rondkijken. Je komt er voor het eerst samen. Kijk, een beetje zwaaien. Ja, maar zo kan die man niet sturen, zeg. Jullie kijken, joh. Ja, en daar gaat hij, hè. Echt, hè. Oh, dat is ook volle bak, maar op een andere manier. CLA, uit Dronten. Carnatus Labrum Agricultura. Ik hoop dat dit keer wel heel blijft. Dus deelnemers, zijn jullie klaar? Oké, komt-ie! Dat zijn studenten, ja. Je weet het nooit. Zij zijn beren sterk, maar inderdaad, ben ik met je eens, Jannes. Zou deze totale constructie het houden? Nu gaan we die brug over die moeder. Ja, dat doet hij goed. En nou remmen, dan moeten die banden weg. En die banden die slepen door dat water. En dat is dan de rem. Ja, de neprem, zal ik maar zeggen. En dan eens even gaan meten hoe ver voor de waterkant je tot stilstand bent gekomen. Even kijken, eerst in die herhaling kijken, zie hoe moeilijk dat is. Als je van het bruggetje afkomt, dan maak je een jump. En dan moet je hem op de baan houden. En proberen met hele andere middelen dan een normale rem te remmen. Even kijken, goed, 3,25 meter van de waterkant. Er wordt gemeten vanaf de kant tot aan de as van het voertuig. Mooi gedaan. Zwaan Klevaan komt uit Elden. Een zwaan hoort in het water. Deelnemers klaar. Ik vind dat een benauwd stuurtje daar, Jans. Vind je niet daar bij die zwaan? Kijk, en ze gaan remmen met emmertjes. Moet je kijken, wat een klein stuurtje. Oh, nu gaan die emmers naar buiten. Maar de, oh nee, hier. Wat is dat nou, joh? Dat moet het water in. Dat moet het water in, die emmers. Nee. De complete zwaan te water. Hier, er moeten emmers uit en die moeten in dat water komen. Maar die blijven op de baan liggen. Tja, doe het maar in een emmertje, zongen ze vroeger.
Willem de Slager en Piet achterop de kraanmachinist. De Diddels uit Zevenhuizen. 12 jaar geleden, nu weer van de partij. Jongens, heel veel succes. Het weerzien met zo'n baan. Hij is alweer een beetje opgedroogd. Ja. Eerst maar eens die brug over. Dat gaat al heel erg goed nu. Die gelijk die emmers weer naar buiten. Kijk eens even hem proberen te remmen met die leuke muis. Een grappig ding om te zien. En nou lukt het wel. Ja, dat is heel tof gedaan. Het is nog een behoorlijk end van de waterkant af. Maar het is al heel knap om daar overheen te komen. En toch te remmen met die emmers. Dat proberen de meesten, maar die emmer moet wel goed te water komen. Kijk, 3,77 meter praten wij hierover. Dat is nog een behoorlijk afstand. Maar goed gedaan. Hier is de bende van ellende. Johnny, Frank en Fabiano uit Den Bosch. Hey, we zijn klaar. Ik zou zeggen, vol gas. Ja, vol gas. We beginnen met rolaandrijving. Oh, wat is dat een merkwaardig geheel, zeg. Wat toch over die... Maar hij doet het wel. Hij komt er wel overheen. Het breekt van alles. Maar het blijft wel... Ja, het blijft gaan, hè. Het stopt nooit. Dat is wel grappig. Ook een merkwaardige stuurinrichting. Niet alleen klein, maar volgens mij zat hij ook voorkomen vast. Maakt niet uit. Prachtig beeld. De uitstraling van een voertuig, maar ook de naam, is heel erg belangrijk. Daar wordt ook heel lang over nagedacht. Al zijn er wel eens bootjes waarvan ik denk, ik begrijp hem niet helemaal, zoals deze. Hij heeft namelijk niets met het voertuig te maken en niets met de deelnemers. De stofzuigers. Even kijken, de stofzuigers staan aan het vertrek. Jongens, als jullie nou de bel halen, dan gaan jullie vrouwtje wel vergeven al die tijd die erin hebt gestopt. Succes! Ja, het kost wat huwelijkstijd, hè, om al deze dingen te bouwen. Let even op die stuurman, die kijkt langs die plank naar beneden. Zeg, niet te vroeg remmen, hè. Dat zijn de laffe remmers. Maar 9,35. Wat een mooi... Dat is exact dezelfde tijd als de mannen uit Weerselo. Hoe is het mogelijk? Komt toch nooit voor. 9,35. Kijk, keurig tot stilstand gekomen en die duik vanaf de plank. En een mooie tijd van 9,35. De stofzuigers. Samen aan de leiding met de groep uit Weerselo. En daar staat aan het vertrek, aan de race uit de Westvervoort. In Sauerland al een keer geoefend. Nu hangt er wel een bel en net zo snel, yes! Ik weet niet wat ze geoefend hebben, Jette. Of ze daar aan de race gingen, maar al met al, het spannende gevoel is er. Oh, inderdaad, wat onrustig weggebruik. De wagen was ook een beetje aan de race, kun je zeggen. Daar waren die mannen van zinloos gebeld. Nou, dat heeft geen zin meer. Ja, dat lijkt me ook heel duidelijk. Hutspot met saté komt hier uit Zutphen. Twee culturen bij elkaar. Twee keer zo sterk, op naar de bel! Ja, want de een houdt van saté, de ander van hutspot. En wat krijgen we nou? Een bovenklimmer onderweg klimmen naar de bel? Nee. Had een leuke tijd kunnen zijn, dat zie je. Hij staat stil, maar de constructie ging te water. En dat is niet de bedoeling, hè? Hij moet tot stilstand komen. Het was wel leuk bedacht. Ik vond dat een slimme zet. Zonder meer. Drie vrouwen, één man van de kinderboerderij uit Krimp aan den IJssel. Beestachtergoed! Hebben zich toch weer voorbereid met iets heel moois. Met een soort stuur voorop wat geen dienst doet. Dat vind ik wel gevaarlijk. Want het moet wel rechtuit blijven gaan. Het gaat niet zo rap, maar hij doet het wel. En nou dat moeilijke moment om die plank op te gaan. En bellen, hè? Juist, 17,88. Goed gedaan. Deze keer niet naar een brandweerwagen, maar op weg naar de echte bel. Ik ben toch benieuwd of dat werkt, hè? Want in zo'n film dan denk je, ja, leuk gedaan, allemaal prachtig gedaan, met veel enthousiasme. Maar wat gaat er nou gebeuren? Ik dacht, die gaat te hard. Nee, dat gaat goed. Kijk, die ladder is leuk, maar het kost tijd, hè? Een trage ladder. Ja. En nou naar die bel, dat valt tegen. Voor overhellen. Ja. Jongen, dat hadden ze toch niet helemaal zo bedacht. Ja, nou, volgende. Het was er daar. Hoge klei. Twee jongens en één meisje voor een hele korte vakantie op weg naar de bel. 10 seconden genieten samen in deze Wassenaarse mobiel. Oh, joh. Dat heet nog eens een snelle vakantie. Een kortje. Kort reisje. Maar het kijken door de trap, dat was wel leuk bedacht. Maar sturen, dat is een hele andere kunst. Besturen, dat kunnen ze wel in Wassenaar natuurlijk. Dat is duidelijk. Veel fans meegenomen en zoals altijd veel gezelligheid hier bij Terlantenzee in de lucht. We gaan kijken naar de volgende kandidaten uit Haaksbergen, Scouting de Klomp. 3 padvinders uit Veldmaar, klaar voor de start, af! Dat vind ik toch altijd listig hoor. Zo 2 fietsen, ho, die zijn benauwd.
Rustig, rustig, kan niks gebeuren. Die middelste heeft het moeilijke werk. Ja, ja, vasthouden. Nu op dat plankje. Ah, zag je dat? Er brak iets. Er brak iets. En ook een beetje in haar geloof, denk ik. Kijk hier, oh, die, zag je die plank? Die gleed terug. Jammer. Anders had ze ongetwijfeld een betere tijd gemaakt. We hebben nog veel en veel meer en je voelt het al aankomen. Helaas, dat gaat niet binnen de tijd. Dus dat bewaren we tot de volgende keer. Dus tot dan, doeg! Welkom bij weer een nieuwe aflevering.